welkom in het programma Met Mijn Mama. Wie heb ik vandaag hier voor me? Ik ben Helena, daar van Jackie. En ik ben 28 jaar jong. Helena, vraag je. Wat doe je in het dagelijks leven? Waar hou je van? Ik ben make-up artist van beroep. En eigenlijk is het mijn hobby, maar ik heb het tot mijn beroep gemaakt. Ik hou ook nog van koken. Ja, en dat is wel een beetje. Ik hou van lezen. Ik lees graag in mijn vrije tijd. Vandaag ben je hier in het programma Met Mijn Mama. En ben je vandaag met je moeder hier? Nou, vandaag ben ik niet met mijn moeder hier, maar ik ben met mijn schoonmoeder. Oh, geweldig. Dat is echt bijzonder. Hebben jullie een hele goede band met elkaar? Ja, ik kan dat wel zeggen. Oké, mooi. En hoe heet je schoonmoeder en hoe oud is ze? Mijn schoonmoeder heet Alisa Grant en ze is 43 jaar. Ze is jong. Wat zijn enkele speciale herinneringen die je met haar hebt? Eigenlijk bijna te veel om op te noemen, maar als ik zo terugdenk, is ze was er altijd daar voor me geweest. Als ik denk aan de geboorte van mijn eerste kind, ze was er echt elke dag daar voor me. Net als mijn moeder ook. Je weet toch, meestal zijn deze dingen echt bijzonder, omdat je het niet vaak meemaakt dat een schoonmoeder zo caring is. En ik kan zeggen, ik heb een hele bijzondere band met haar en ik kan heel veel van haar leren. Dus de eerste is eigenlijk de geboorte van mijn jongen, waar ze er 100% bij me was. En zelfs mijn jongen roept er soms mama, omdat hij er vanaf geboorte echt die band ook is gaan opbouwen met haar. Als ik dan nog verder terugdenk, kan ik zeggen, toen we in Guyana waren, we hadden een hele leuke tijd daar. Ik was voor het eerst naar Guyana geweest en dat was met haar. En ze heeft het zo bijzonder gemaakt. Met haar, daar eigenlijk ook haar, vandaar komt ze ook van origine. Oké, geweldig. Thank you. Is goed dan. Hi, welkom in het programma Met Mijn Mama. Wie heb ik vandaag in de studio? Goedendag, ik ben Alisa Grant. Ik ben werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik ben voorzitter van, van de bond bij Binnenlandse Zaken. En ik ben onderneemster. En hoe oud is Alisa? Dat is een vraag die vele mensen me stellen en ik altijd ontwijk, maar ik ben 44. Mooi. Wat zijn enkele favoriete dingen waarvan je houdt om te doen? Nou, ik hou ervan om een cocktailtje te pakken af en toe. Ik hou ervan om bezig te zijn wanneer ik met mijn business bezig ben, met mijn klanten, mijn studenten. En ik hou ervan om wat free time te hebben met mijn kids. Wat zijn enkele persoonlijke ervaringen die uw hart in het bijzonder hebben geraakt? Nou, persoonlijke ervaringen. Als ik moet kijken naar de groei van mijn kinderen, wat we allemaal doorheen zijn gegaan en de ondersteuning die ik van ze kreeg, raakt me elke dag steeds weer. Weet je, dat ze er zijn, als ik ze zie bloeien, als ik zie hoe ze succesvol worden en successen boeken, raakt mijn hart steeds weer als moeder. Andere dingen die mijn hart echt hebben geraakt is bijvoorbeeld mijn echtscheiding. Oké. Allemaal hoort allemaal bij het leven, hè? Soms minder leuke, maar soms ook wel soms hele leuke soms ervaringen. Minder leuke Klopt. Ervaringen, maar we leren allemaal eruit en we worden allemaal sterker van. Precies. Hoeveel kinderen heb je? Alisa heeft 3 kinderen. 2 jongens en een prinsesje. En hoe oud zijn je kinderen? Nou, mijn oudste is 25, mijn tweede is 14 en mijn meisje is 8. Mooi. Wat zijn enkele speciale herinneringen die je hebt met je kinderen? Speciale herinneringen? Nou, de manier hoe ze zijn wanneer ik ze verrast. Ik ben een mama die niets belooft. Ik beloof mijn kids nooit wat. Ik hou van verrassen en dat vinden ze minder leuk. Ze willen altijd van tevoren weten wat ze krijgen of wat ze gaan doen. Of wat er gaat gebeuren. Het mag zijn een jaardag, het mag zijn een uitje, het mag zijn wat dan ook. Ik verras altijd. Omdat ik altijd heb gezegd van als je een kind iets belooft, gaat dat kind het verwachten. En als je als moeder die belofte niet kan nakomen, dan is dat kind teleurgesteld. En dat is iets wat ik niet wil zien. Dat is helemaal waar. Is een mooie inzicht. Ik denk dat veel moeders dat moeten meenemen.
En wie heb je vandaag meegenomen naar de studio? Nou, mijn dochtertje van 8 is nog te klein. Dus heb ik mijn schoondochter meegenomen. Oh, de vrouw van mijn zoon. Ze zijn getrouwd, dus heb ik haar meegenomen. Oké, geweldig. Jullie hebben dus een hele goede band met elkaar, mag ik aannemen. Toch wel. Oké, mooi. Helena, wat maakt jou trots op je schoonmoeder? Nou, over het algemeen niet alles. Maar zij is een doorzetter. Ondanks alles, alle tegenslagen die ze krijgt. Ze gaat gewoon door en ze gaat altijd een smile op haar gezicht zien. Alles op boosje gaat dan niet eens weten. En ik kan heel veel van haar leren. Alyssa, wat is hetgeen dat je kinderen ooit hebben gedaan dat je super trots heeft gemaakt? Nou, dat ze ernaar streven om succesvol te zijn en dat ze die business drive hebben en hun eigen business opzetten. Helena, wat zijn de lievelingsgerechten van je schoonmoeder? Iedereen weet dat ze van bami-soep houdt en van pasta. Klopt dat? En waarom hou je zoveel van ze dan? Nou, ik heb altijd van bami-soep gehouden. Als ik niet te zwaar wil eten, is het bami-soep. En als ik iets lekkers wil eten, is het de overheerlijke pasta van Helena. Van haar. Ze houdt van lesgeven. Wanneer ze lesgeeft, vergeet ze al. Als ze een stressvol dag had, vergeet ze het helemaal. Ze kan er zelf helemaal compleet zijn als ze lesgeeft, als het ware. Is dat zo? Helemaal. Vertel eens een beetje. Nou, zoals ik zei, ik ben onderneemster. En dat is wat ik doe. Ik verzorg trainingen. En ik ben na mijn afstuderen gelijk begonnen om mijn business op te starten. En eerlijk gezegd, na al mijn part-time jobs en door alles waar ik heen ben gegaan, als ik voor de klas sta, als ik bij mijn studenten ben, I feel the peace. Heeft je schoonmoeder ooit of niet geblokkeerd op social media? Het kan. Ik denk het wel. Ja, klopt dat? Ja. Vertel eens een beetje. Nee. Als je schoonmoeder een stripfiguur was, wie zou dat dan zijn? Elastigirl. En waar? Ze doet heel veel tegelijkertijd. Klopt dat? Ze is al bezig erbij en ze zorgt dat ze alles afrondt. En aan het einde van de dag. Kan je jezelf daarin terugvinden? Ja, ik kan mezelf daarin terugvinden. Hoe ervaart u het dat uw kind volwassen wordt of kinderen volwassen worden? Nou, in het begin was het heel zwaar. Want toen mijn zoon thuis kwam met ik heb een vriendin. I was like, no, I'm not ready yet. Maar ik denk dat het een beetje is gaan verzachten toen ik... dat woordje acceptatie is heel belangrijk. Als je begint te accepteren dat je kinderen groot worden en ook de keuze die ze hebben gemaakt ook heb geaccepteerd, dan denk ik dat het wat makkelijker gaat. Ik heb Helena al vanaf het begin, ze weet het, ze kan het beamen, vanaf het begin geaccepteerd als mijn eigen dochter. En precies hoe ik met mijn kinderen omga, zo ga ik ook met haar om. Dat is mooi. Welke gelijkenissen of overeenkomsten hebben jullie met elkaar? We houden beide van werken. Wanneer we onze mindset op is om het af te ronden, dat wordt gedaan. Dat wel. Dus we kunnen vaak samenwerken. Als we iets moeten afronden, we zijn een goede teamplayer. Waar ik niet kan, vul ze in of omgekeerd. Oké, dat is mooi. Goede band dus. Ja. Denk je dat je schoonmoeder ooit heeft gespiekt tijdens een tentamen of een repetitie? Kan ik denken. Misschien nee. Heb je dat ooit gedaan? Nee, ik denk het niet. Ik ben vreselijk bang. Ik denk het niet. Altijd bang om gepakt te worden, dus ik probeer zoveel mogelijk alles volgens de regels te doen. Ja. Volgens de regels te leven. Mooi. Heeft je schoonmoeder een favoriete plek waar ze graag gaat? Rustige plek, chillen plek. Misschien iets drinken of
lekker zwemmen. Ja? Ja? En wat is jouw favoriete plek dan? Nou, mijn favoriete. Want ik denk dat het heeft beschreven, maar... Niet erg op ja. Ik kan iets lekker pakken bij Mighty Rex of bij Lastias of bij Coffeebox. Ik vind Wambong ook een beetje leuk, dus... Dat zijn je plekken waar je... De go-to places, hè? Ja. Hoe is het om moeder te zijn? Wel, ik ben al bijna een eeuw moeder, dus ik ben het gewend. Ik kan het niet meer uit mijn wereld denken. Moeder zijn is heerlijk. Ik word wakker ermee. Ik slaap ermee. Ik droom ervan. Het is in mijn wezen. Het is gewoon, ik ben moeder. En in alles ben ik er. In alles bemoei ik. Ik ben gewoon moeder in alles. Ze lacht wat. Ik ben letterlijk in alles. Ik ben zelfs ook moeder van mijn kleinkinderen. Dus ik kan het niet meer wegdenken. Ze kan altijd op me rekenen. Als ze zegt van ze moet werken of ze moet iets doen, ben ik er altijd. Al moet ik mijn hele schema gaan veranderen, maar ik ben moeder. Nou, je bent er voor ze. En Helena, jij bent ook moeder. Hoe is het om moeder te zijn? Het is wel challenging. Like, je zit jezelf altijd terug en denk, oké, ik moet hier aan werken. Ik moet dit beter doen. Maar je wordt er gewoon beter van. Zo'n motivatie ook om dingen beter te doen. Is er iets in je leven waarvan je zegt van, hé, ik heb hier spijt van? Nee. En jij? Bepaalde keuzes die ik heb gemaakt toen ik jong was, maar I'm over it. En je hebt ervan geleerd, zeg maar. Ja, mooi. Zijn leermomenten. Klopt. Heb je een boodschap voor je schoonmoeder? Ja. Jawel. Ik zou zeggen... Blijf de vrouw zijn die u bent. U bent op weg naar grote dingen. U bent een heel groot voorbeeldfiguur voor mij. Ik leer elke dag van u. Don't change. Yeah. Hey Alyssa, heb jij een boodschap naar alle moeders in de samenleving die nu naar dit programma kijken? Nou, de boodschap die ik heb is... kijk, als je moeder bent, heb je... elke dag weer een andere challenge. En vaak zijn er moeders die opgeven. Die denken van, jezus, ik kom niet uit met mijn salaris, vooral in de periode nu. Ik zou zeggen van, kijk, je hebt talent. Je hebt andere mogelijkheden. Toch? Je werkt. Je werkt hard om je kinderen te verzorgen. Je werkt hard om ervoor te zijn. Voor ze. Je werkt hard om voor alles te zorgen, dat alles op tafel is. Maar in deze periode is het echt challenging. Maakt niet uit hoeveel je verdient. Het lijkt alsof bepaalde zaken niet willen lopen. Geef niet op. En weet je, probeer naar mogelijkheden te zoeken. Men zegt wanneer je in een put bent, dan leer je eigenlijk uit te vinden wat je allemaal kan en wat je allemaal... Dus er komt eigenlijk alle potentie uit je. Alleen wanneer je... Yes, you learn to survive. Dus ga even zoeken naar wat je wel kan om daarmee te verdienen. Want gewoon zitten en wachten, it's not going to work. Voor een moeder is het heel, heel challenging. Omdat die altijd gaat denken van, hé, mijn kinderen moeten eten. Mijn kinderen moeten een dak boven hun hoofd hebben. En er zijn heel veel alleenstaande moeders in Suriname. En het is natuurlijk teleurstellend, maar ik wil aan deze moeder zeggen van, hey, don't give up. Weet je, je kinderen zijn je future. Elke dag dat je bezig bent met je kinderen en investeer in je kinderen, je gaat het niet vragen van ze later, maar de band die je hebt met je kinderen, ze gaan altijd terugkijken naar je. Don't give up. Heel mooi. Oké, en omdat het vandaag moederdag is, krijg je deze leuke gifts cadeau. Een hele fijne moederdag. Thank you. Zo, dames. Dankjewel voor jullie komst naar de studio. In het programma Met Mijn Mama. Thank you. Alsjeblieft.
party. Yes. Wijn eerst. Ik mag kijken toch? Ja hoor. Is dat heel lief enveloppen zijn? Nee, zijn niet. Hanapana. Wat is Hanapana? Hanapana. Gift card. Oh, voor donuts. Oké. Okay. Mag donuts gaan halen. Mijn kinderen gaan alles eten. Waarom pakken we die enveloppen eerst? Okay, Lotus. Gift card. Sauna, ja! Body scrub. Oké. Okay. Ja man, invul massage, sauna. Oh, dit vind ik geweldig. Ja. Dit vind ik geweldig. I'm flattered. Zo, dit lijkt op een hele skin lane. This is nice. Almond butter, wat zijn al die flesjes? Jelena, jij moet me helpen, want je bent hier artist, beauty, body, alles. Ja, is moisturized. Oké. Ik denk gewoon, skincare. Oké, sinds jullie maag de knorren? En dit is van? Rehans. Okay. Dus iedereen heeft mama gesponsord. Oké. Jelena, jij houdt van lumpia, dus je kan alvast lumpia pakken. Ja hoor, graag. Thank you. Oké. TJ. Jij mag wat komen pakken. Oh, alle dan. Jij houdt ook van lumpia. Heerlijk. Goed. Heerlijk. Dankjewel, Rehans. Dat is heerlijk. Dit is een taart. Van Us Bakery. Oké. Ik hou wel van taartje. En wijn van Supreme. Dat gaan we zeker opmaken. Sowieso. Dit komt als eerst op. Jelena en ik. Ja. Wanneer we een keertje boos zijn op elkaar, pakken we altijd een wijntje. En het maakt alles compleet. Ik lees er weer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.